De volgende actuele vraag is van de heer Wilfried van Dalen tot mevrouw Joke Schouwvliegen, Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de besparingen bij het Nederlands Letterenfonds en de gevolgen ervan door steunaanvragen door auteurs bij het Vlaams Fonds voor de Letter. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, het Nederlandse Letterenfonds wil niet dat de auteurs zich nog tegelijk in Nederland en in Vlaanderen tot de fondsen kunnen richten voor werkbeurzen. Men wil ook meer jonge auteurs stimuleren. Men wil ook niet dat gevestigde auteurs meer dan 5 keer een beurs aanvragen. Besparing 30% zou het resultaat moeten zijn. Nu, de vrees in Vlaanderen is dat steeds meer Nederlandse auteurs, gevestigde auteurs, zich zullen richten tot het Vlaams Fonds voor de Letteren, met als gevolg een verdringing van onze eigen auteurs, onze eigen jonge auteurs. Nu, ik wil geen paniek zaaien, want we weten dat in het verleden de situatie omgekeerd was, dat heel wat Vlaamse auteurs zich tot Nederland wenden. Dat mag ook voor Europa. Europa gaat uit van één Nederlandstalig gebied, los van de landsgrenzen. Europa wil ook geen discriminatie op basis van nationaliteit. Ik denk dat dat vanuit het oogpunt van taal- en cultuurpolitiek trouwens een goede zaak is. En de plannen nu om uit te gaan van woonplaats vind ik persoonlijk eigenlijk een stap achteruit. Nu, er zijn afspraken tussen beide fondsen. Het is zo dat als een auteur en in Nederland en in Vlaanderen een beurs krijgt, dat dan de kosten worden verdeeld. En als ik het goed heb, was dat in 2011 het geval voor 23 auteurs. Nu, mijn vraag, mevrouw de minister, aan u. Wat zal Vlaanderen doen om te vermijden, als die instroom, extra instroom van Nederlandse auteurs in het Vlaamse fonds er komt, wat zal Vlaanderen doen om te vermijden dat dat ten koste gaat van onze eigen, onze jonge auteurs? Mevrouw Schouwvliegen. Dank u wel, voorzitter. Collega Van Dalen, het klopt dat vandaag er afspraken zijn tussen beide fondsen, het Vlaams Fonds voor Letteren, maar ook het Nederlandstalige Letterenfonds, dat de Nederlandstalige auteur bij beiden een werkbeurs kan aanvragen. En dan wordt gekeken, stel dat beiden ja zeggen, dan gaat men naar een cofinanciering. Men zal ook het hoogste bedrag nemen en beide fondsen betalen een deeltje van die werkbeurs. We hebben nu inderdaad vernomen, het fonds heeft dat vernomen, ons Vlaams Fonds voor Letteren, dat men in Nederland, dat daar fors bespaard is op de budgetten van het Fonds voor Letteren daar. En dat daardoor de werkbeurzen onder druk komen te staan, dat er dus minder budget zal zijn. Ik heb daarover gesproken met ons Vlaams Fonds voor Letteren. En er zijn eigenlijk 3 stappen die we nu zullen ondernemen. Dat is 1, zal ik daar uiteraard mijn collega over aanspreken in Nederland. Dat is Halbe Zijlstra. Ik zie hem binnenkort en dat is een van de punten die ik met hem zal bespreken. Dit zal natuurlijk, er zijn verkiezingen in Nederland in het najaar, dus dit zal ook verder moeten besproken worden met de nieuwe regering, wat toch wel essentieel zal zijn om te zien hoe wij daaromtrent verder werken. Er is ook een engagement, het is ook ter sprake gekomen, voorzitter van de commissie Cultuur, naar aanleiding van de hoorzitting van het Fonds voor Letteren. Waar ook het engagement is aangegaan dat dit op de interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie door de voorzitter Johan Verstreken zal worden op de agenda geplaatst, dat daar tussen parlementsleden ook kan worden over gepraat. En een derde piste die we bewandelen, dat is dat het Vlaams Fonds in samenspraak met het agentschap Kunst en Erfgoed aan het kijken is of dat het reglement moet worden aangepast in die zin dat wij misschien inderdaad, als dat juridisch kan, op een of andere manier misschien toch meer aandacht kunnen hebben voor onze auteurs die zo'n werkbeurs aanvragen. Dus 3 pistes die we momenteel bewandelen om ervoor te zorgen dat inderdaad onze auteurs niet te dupe worden van besparingen die in Nederland zijn doorgevoerd. Meneer Van Dalen. Dank u, minister. Ik ben persoonlijk een groot voorstander in mijn partij ook van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Ik heb het persoonlijk altijd betreurd dat er een eigen Vlaams fonds is ontstaan in de jaren 90, terwijl in Nederland er al sinds de jaren 60 fondsen bestonden. En er eigenlijk in 80 een taalunieverdrag is gemaakt, waarin we hebben afgesproken onder elkaar, Nederland en Vlaanderen, dat we de beslissingen en het beleid op het gebied van taal en letteren, dat we daar gingen samenwerken en ook zoveel mogelijk samen gingen doen. Dus het ontstaan van dat Vlaamse fonds heb ik altijd een beetje, jammer tussen aanhalingstekens, gevonden. Eigenlijk een vorm van misplaatste territoriumdrift, vond ik op dat moment. Nu, er zijn inderdaad afspraken tussen de beide fondsen, dat is ook goed. Op die manier kan men ook werken. Maar we zien ook vandaag weer hoe broos dat soort afspraken zijn. Het volstaat dat één van de partijen een beslissing neemt en de andere partij zit ook met de gebakken peren. Nu, dat taalunieverdrag vraagt inderdaad samenwerking. Ik heb het gevoel dat hier niet eens overleg is geweest tussen de fondsen.
Maar mijn vraag aan u, ik denk dat u het antwoord gegeven heeft. Er is dus geen enkel overleg geweest tussen uw collega Zijlstra en uzelf. Wie wenst aan te sluiten? Gezien, ja, gezien. Meneer Caron. Ja, dank u wel, voorzitter, mevrouw de minister. Maar de collega Van Dalen, zoals steeds een intelligente vraag van u in tweeën, moet ik zeggen. Dank u, collega. Alsjeblieft, graag gedaan. Ik ben vreemd genoeg, net als u, ook een grote voorstander van een culturele samenwerking met Nederland en het versterken van elkaar waar we dat kunnen doen. Maar ik hoop dat het niet zoals die polder daar wordt, de Hedwige polder, de samenwerking met Nederland, maar het begint al steeds meer dat karakter te krijgen. Er is ook al bespaard op de budgetten voor de Nederlandse Talenunie. Er is nu dat verhaal van het Nederlands Fonds voor de Letteren. Ik zou, mevrouw de minister, ik zou nu echt willen vragen om bij het volgende gesprek met uw collega Zijlstra eens goed van katoen te geven. Ja, luister, er blijft straks alleen nog ellende over in de samenwerking met Nederland. Ik vind dat eigenlijk jammer. Ik zou er dus voor pleiten om daar tegen te protesteren. Des te meer omdat het voorbeeld van de letteren ook geldt voor pakweg het theater en het muziektheater en concertwezen. Waarbij gezelschappen van ons die vaak co-produceren ook klagen dat de Nederlandse budgetten zo ernstig dalen dat die samenwerking in het gedrang komt. Het is ten koste van meneer de kunstenaars. Dalba. Ja, dank u meneer de voorzitter. Mijn vraag gaat in dezelfde richting als die van collega Caron. Wat vandaag gebeurt met het Vlaams Fonds voor de Letteren zal misschien ook, naar alle waarschijnlijkheid ook gebeuren, op een aantal andere culturele domeinen. En dus als dat gesprek er komt, dan denk je dat het aangewezen is om niet alleen maar te spreken over het punctuele probleem dat zich vandaag voordoet door de besparingen op dat Nederlands Fonds van de Letteren en de gevolgen daarvan voor onze Vlaamse auteurs. Maar ik pleit er eigenlijk voor om het debat dat u zou hebben, mevrouw de minister, met uw Nederlandse collega open te trekken en eigenlijk ja, een beetje systematisch te bekijken welke andere deeldomeinen van cultuur getroffen zouden kunnen worden door een bijkomende besparing in Nederland en wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn in Vlaanderen. Meneer Van Dijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik moet via de pers vernemen dat inderdaad Nederland bespaart ook op het letterenfonds en dat de dubbele aanvraagmogelijkheid verdwijnt. Maar dat mag er toch niet toe leiden dat we in een situatie terechtkomen dat het Nederlandse letterenfonds uiteindelijk de Nederlandse auteurs gaat subsidiëren en het Vlaamse fonds voor de letteren alleen de Vlaamse auteurs. En als ik de directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren hoor, die pleit voor beschermende maatregelen eventueel. En nu ook de minister zegt van ja, we zouden toch eens moeten kunnen nadenken of dat we door de Nederlandse démarche ja, de Vlaamse auteurs niet uit de wind moeten zetten, dan denk ik dat we een slechte weg bewandelen. Ik pleit dus inderdaad ook voor dringend overleg met de Nederlandse collega. En ja, het zou er zeker niet mogen toe leiden dat we nu echt tot twee gescheiden werelden komen, want dat is iets waar wij zeker geen voorstander van zijn. Mevrouw Idrissi. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ongeveer een jaar geleden, meer bepaald op 30 juni 2011, stelde ik een vraag om uitleg aan de minister wat dat de gevolgen zullen zijn voor de besparingswoede in Nederland voor de Vlaamse cultuurinstellingen. Ik heb toen gevraagd om een impactstudie om te gaan kijken per sector wat dat de nadelige gevolgen daarvan zullen zijn. Mevrouw de minister, ik heb toen als antwoord geroepen, gekregen van u. Ik voel mij niet geroepen om daar een studie aan te wijten of dat allemaal te laten doorlichten. Ik denk dat vandaag het toch wel belangrijk is of aantoont de problematiek van het Vlaams Fonds en het Nederlands Fonds voor de Letteren, dat er echt wel nodig is om per deelgebied te gaan kijken wat dat er op ons afkomt en hoe dat we daar adequaat op kunnen reageren. Want anders gaan we naar een evidente terugplooien op onszelf en ik denk niet dat dat de bedoeling is. U stelt terecht dat u overleg gaat hebben met uw collega. U stelt ook dat het belangrijk is wat dat de nieuwe verkiezingen in Nederland gaan geven. Nu, het Vlaams Fonds van de Letteren in de hoorzitting van vorige week hebben ons ook gezegd dat dat weinig zoden aan de dijk gaan leggen, omdat men met een zeer vergaande verfondsing zit in Nederland. Dus ik zou er toch wel voor willen pleiten, en ik herhaal eigenlijk mijn vraag van vorig jaar, of dat u voor zo'n impactstudie gaat gaan. Minister Schouwvliegen. Collega's, misschien toch een aantal zaken duidelijk stellen. Je moet altijd een onderscheid maken tussen iets dat is vastgelegd in een verdrag en dat
door beide partijen die deel uitmaken van dat verdrag moet worden uitgevoerd. En daarnaast een soort overeenkomst die is afgesloten tussen twee fondsen. Het is zo dat het niet de beslissing is, dat is wel belangrijk om te vermelden, van de staatssecretaris of de minister van Nederland om te gaan beknibbelen op die werkbeurs. Dit is een autonome beslissing van het Nederlandstalige Letterenfonds. Het is wel zo dat de overheid gezegd heeft aan het Letterenfonds, u krijgt 30% minder, maar het is het fonds zelf dat beslist heeft, we gaan die 30%, we gaan dat vooral laten doorwerken op die werkbeurs. En in die zin is er inderdaad, collega Van Dalen, geen rechtstreeks signaal vanuit de staatssecretaris of de minister naar mij toe gekomen om te zeggen, we gaan 30% besparen op de werkbeurzen. Dit is al vaak in overleg met Halba Zijlstra aan bod gekomen. Collega Idrissi laat een uitschijnen alsof dit niet zo zou zijn. Klopt helemaal niet. Ik zie mijn collega vaak, zeker in het kader van de Nederlandse Taalunie. En daar hebben wij bijvoorbeeld afspraken gemaakt dat de besparingen die zijn doorgevoerd, dat niet 30% is, maar 5%. Omdat we dan op die manier een wederzijds akkoord hebben om die budgetten af te stemmen van wat ook in Vlaanderen is doorgevoerd. Dus een en ander hebben wij ook absoluut kunnen rechttrekken, omdat daar ook een verdrag is, een duidelijke afspraak tussen Nederland en Vlaanderen, hoe die budgetten eerlijk verdeeld worden en wie welke inbreng heeft. Ik denk dat de vergelijking die hier gemaakt is over de Hedwigepolder, dat absoluut niet opgaat. Ik wil ook meegeven dat ik vorige vrijdag de operadagen in Rotterdam heb geopend als Vlaams minister bevoegd voor cultuur, omdat daar 8 organisaties van ons prominent op die operadagen ook aanwezig waren. Dit is bijzonder gesmaakt en op die manier heb ik ook heel veel contacten in Nederland en ook met het culturele veld. Daar kunnen wij ook wel via onze steunpunten, mevrouw Idrissi, de impact van een aantal beslissingen in Nederland ook wel inschatten. En weten we ook wel hoe dat we daarop moeten anticiperen. Het blijft natuurlijk altijd, zeker als er geen verdrag is, als er geen duidelijke afspraak is tussen Nederland en Vlaanderen, het blijft nog altijd een autonome beslissing van Nederland wat zij met hun cultuurbudget doen. Ik kan natuurlijk als Vlaams minister moeilijk aan mijn collega de les gaan spellen en zeggen in welke zin besparingen moeten worden doorgevoerd. Ik denk dat het belangrijk is als er duidelijke afspraken zijn in een verdrag dat die worden nageleefd. Maar aan de andere kant, als er beslissingen worden genomen die impact hebben, dat we ook goed met elkaar praten, dat we kijken hoe we daar een oplossing kunnen voor vinden. En dat is wat we nu gaan doen met de werkbeurzen. Vanuit het Vlaams Fonds voor Letteren zullen wij kijken hoe we daar verder mee omgaan. En ik heb in ieder geval begin juni een gesprek gepland met Halba Zijlstra om daar ook verder op door te gaan. Meneer Van Dalen, slotopmerking. Mevrouw de minister, ik heb andere informatie van u. Ik heb gehoord dat de minister hier wel degelijk concrete instructies heeft gegeven aan het fonds van waar bespaard moest worden. En dat mevrouw Idrissi, dat staat natuurlijk een kanttekening bij uw bedenking van het is een verfondsing, de politiek staat op afstand. Ik denk dat in dit dossier blijkt dat de minister wel degelijk zegt, hup, de knip op de portefeuille. En met alle gevolgen van die nu besluit, mevrouw de minister, er is geen overleg geweest met u tot op heden. Dus het zijn vijgen na Pasen. En het feit dat niet gebeurd is, vind ik toch een schending van het Taalunieverdrag. Ik vind dat bijzonder jammer. Men moet samenwerken, een gezamenlijk beleid uitstippelen. Maar men komt er nog niet eens toe om te overleggen. Ik vind dat bijzonder jammer. Goed, daarmee is deze actuele vraag afgehaald.